Mijn naam is Arend Ketelaar. Ik ben van beroep afgestudeerd mijningenieur, maar ik heb nooit in de mijnen gewerkt. Ik heb alleen maar bemoeid met opsporing van ertsen en later grondwater en bodemverontreiniging. Mijn tweede werkgever nadat ik afgestudeerd was, dat was een bedrijf wat ook zelfs een apparaten bouwde, repareerde en daar lag in het magazijn een voorraad sloopmateriaal in onbruik geraakte spullen. Daar lag een heleboel oud metaal. Daar heb ik dus twee complete apparaten uit weten te redden. Eén apparaat heeft mijn werkgever gehouden en het andere heb ik meegenomen en dat staat hier. Dat is een seismograaf. Seismiek is ooit begonnen omdat de mensen last hadden van aardbevingen. En voordat de aardbevingen begrepen werden, was er natuurlijk een heleboel onderzoek nodig. Ik praat nu over eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. De bodem trilde en er was een slimme jongen, dat was een Duitser, genaamd Mintrop. En die kreeg in Göttingen de opdracht om eens te gaan uit te zoeken, wat gebeurt er bij een bodemtrilling? Het eerste wat hij deed, was te proberen om iets mobiels te maken. En daar is hij in geslaagd. Een soort boedelbak, maar dan helemaal lichtdicht. En dat was zijn seismische recorder. Dat dit apparaat nu in deze twee kisten getransporteerd wordt, dat is te danken aan meneer Schweider, een heel bekwame constructeur, ook in Duitsland, in de jaren 20. Bedacht dat hij dat compacter kon maken en via een lichtdissysteem de overdracht van het lichtsignaal naar de recorder kon bedenken op een veel compactere manier. Hier zie je de topjes van een paar lange wijzers die hier onderaan vastzitten aan de bewegende massa's. Als je die losmaakt, dan zie je dat dat ding trilt. Dat kleine spiegeltje wordt die trilling overgedragen aan de recorder. Hierin zit de film. Je stopt dus de film hierin. Die wordt door allerlei slinkse wegen wordt die gebracht naar de opnameplaats. Die opnameplaats is hier. Dus je hebt de film erin. Die is dus doorgespoeld. En vervolgens krijg je dus dat het lichtdichte systeem aansluiting heeft met deze seismograaf. En vervolgens kon je dus de film eruit halen in de donkere kamer. De tent, die werd als volgt gebruikt. Het is in feite een mobiele donkere kamer met rood licht, wat je dus nodig hebt om te kunnen werken. Binnenin heb je dus via deze opening de ontwikkelschaal, fixeerschaal. Je schuift hem erin. Je bindt het kijkgat om je oren en vervolgens kun je dus door deze handschoenen binnenin werken wat je maar wilt. Meneer Mintrop, die dus dit systeem gepatenteerd had, die heeft zijn eigen bedrijf opgericht, bestaat nog steeds. En toen hij mee in Amerika terechtkwam, toen sprak hij wel met een heel sterk Duits accent. I will show you how to find oil with my wives. En zo werd hij ook bekend. This is the man who will find oil with his wives. Oké. Het is een leuk.
Nou, ik vind het een grappig detail. Maar hij heeft daar een miljoenenbedrijf mee opgericht en zo groot gemaakt dat het nog steeds in bedrijf is. Over de hele wereld.